Op het Kerkplein in Woerden is dinsdagavond de wereld- en Europees kampioen Ellen van Dijk gehuldigd. Zij veroverde de Europese titel in de wegwedstrijd en de wereldtitel in de tijdrijden dit jaar. Voor het gemeentebestuur en WTC Woerden reden om dit samen met haar in het bijzijn van veel publiek te vieren. De presentatie was van oud-professional wielrenner Jelle Nijdam. Ellen van Dijk, kom dan! Ja, fantastisch. En nog een grote opkomst. Wauw, heel leuk. En allemaal jonge kinderen. Super mooi. Ik ben Sven. Sven? Ja. En je bent lid van de wielerclub Woerden? Ja. Ja. En fiets je al erg hard? Ik zit nog in de eerste categorie, maar ik hoop dat ik wel sneller ga fietsen en dat ik dan verder ga. Wat vind je van Ellen? Ik heb haar nu gezien, dus ik denk dat ze nu mijn grootste idool is van de vrouwen. Want Tadej Pogacar, dat vind ik toch nog wel echt een hele goede fietser. De burgemeester is altijd voor het officiële moment, Ellen. In de 15 tot 20-jarige carrière heb je in ieder geval iets van 22 medailles bijeengereden, waarvan 10 goud. Nou, dat is niet niks. En in de afgelopen jaar natuurlijk twee bijzondere hoogtepunten bereikt. Maar de mooiste prestatie was natuurlijk wel het winnen van de illegale Kirempo-nacht van Woerden natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik dacht eigenlijk dat die hele ging hier daarvoor. Wij komen niet met lege handen, Ellen. Het is de gemeente dan ook een genoegje de gemeentekonderscheiding te mogen aanbieden. Namelijk de gouden broche van het gemeentewapen. En die wordt echt in bijzondere gevallen uitgereikt. Tot nu toe zijn dat er 3, dus je bent de nummer 4. Jeetje. Woe! Hartelijk gefeliciteerd met de gemeentelijke onderscheiding. En om gehuldigd te worden in je woonplaats. Met al die mensen waarvan je er vele kent om je heen. Hoe beleef je dat? Ja, het is een heel speciaal gevoel. Ik dacht dan, het is wel wat ongemakkelijk om op zo'n podium te staan voor allemaal mensen die me dan gaan huldigen. Maar het is wel heel speciaal dat er zoveel mensen komen. En ik ken ze eigenlijk allemaal en dat is wel heel erg leuk. Het is ongeveer een maand geleden, 2 oktober, dat je tijdens de Parijs-Roubaix voor dames, de eerste keer trouwens, gevallen bent. Hoe is het herstel? Het herstel gaat wat moeizaam. Ik heb een hersenschudding opgelopen en ook gekneusde ribben, maar dat gaat op zich wel goed. Alleen die hersenschudding, daar blijf ik toch wel last van houden. En veel moe en hoofdpijn en dat soort zaken. Hoe heb je die bijzondere koers beleefd? Het is natuurlijk heel uniek geweest. Ja, dat was zeker heel uniek. En ik had ook lang naar uitgekeken naar Parijs-Roubaix. Alleen, ik had daarvoor al zoveel met het EK en het WK en... ik was mentaal al niet helemaal scherp meer en ik ben die koers wel 4 of 5 keer gevallen, dus ik vond er niet heel veel aan, moet ik zeggen, nee. Niet alleen haar presentaties dit jaar, maar ook alle eerdere overwinningen in haar carrière tot nu toe, was aanleiding voor het gemeentebestuur om Ellen van Dijk de Gouden Brochette toe te kennen. Je hebt dit jaar een heel mooi seizoen gedraaid, 2 prachtige truien gewonnen. In welke van de 2 ga je nou trainen? Of in welke koersen kunnen we die truien zien? Ja, dus ik ben Europees kampioen op de weg. Dus als ik op mijn wegfiets rijd, op mijn gewone fiets, dan ben ik in het Europees kampioenschapstrui te zien. Dus ook in de training. Maar op de tijdritfiets, als ik daarop ga trainen of wedstrijden ga rijden, dan doe ik mijn wereldkampioenschapstrui aan. Ja. Je zei in je toespraakje dat je heel graag het werelduurrecord zou willen verbeteren. Heb je nog andere dromen? Parijs-Roubaix, dan dus wel een wedstrijd die ik uiteindelijk nog heel graag een keer zou willen winnen. Ook het meedoen aan de Tour de France voor vrouwen volgend jaar staat op het programma. Op de Olympische Spelen 2024 in Parijs een medaille halen is eveneens een droom van Ellen van Dijk. Er blijven altijd dromen en er blijven altijd doelen, dus dat is op zich al heel mooi natuurlijk.